En uh, mijn moeder zei, nou, nah, kijk nou. En dat wilde je heel graag. Ik ben toen in drie maanden tijd 14 kilo afgevallen. Wow. Heel vaak denken we toch vanuit een soort van tekort. Of vanuit een angst. Of... En toen ging alles rollen. Keer. Alles ging meteen goed. En toen dacht ik ook, ja, het was even vervelend. Mindset is doorslaggevend of zonder talent ben je nergens? Ik denk niet dat dat de reden is waarom ik het doe. Ik doe het gewoon omdat, het, omdat ik voel dat ik dat wil. Of dat dat moet, of zo. Dat maakt gelijk het show een soort van interessanter. Of zo. Ja, dus. ja, dat misschien daarna de balletjes nog wel meer zijn gaan rollen in de goede Absoluut. richting. Absoluut. Het is nog bij mij wel een heel belangrijk ding op dit moment. Waar ik wel heel erg mee bezig ben. En wat jij net zegt: succes is wie je kent of wat je kunt. Ga ik die lange reis maken? Of begin ik een gezin? Vind ik deze baan nog leuk? Of ga ik toch mijn droom achterna? Ben ik eigenlijk gelukkig in mijn relatie? Of ben ik toch liever vrijgezel? In Dilemma's de Podcast bespreken wij dilemma's die ons bezighouden. Want ook al heb je een dilemma, hoe zorg je ervoor dat je het heft in eigen handen neemt? Wij zoeken het voor je uit en geven tips aan de hand van gesprekken met experts en ervaringsdeskundigen. Ja, want uh, Mas, gemberthee of munthee? Nee, Anne, echte dilemma's. Dit is Dilemma's de Podcast. We zijn er weer. We zijn er weer. Weer bij boot en gezellig. gezellig. Hè? Je kleurt helemaal mooi in dit uh, tafereeltje. Ik ben ook echt blij met deze setting. Ja toch? Ja, ik vind het echt relaxed. Ja, lekker bankie gewoon. Helemaal onze bankie, bankie, lekker bankie. Anne, ik wil het vandaag met jou hebben over een onderwerp waarvan ik weet dat jij hier goed op gaat. Oh, oké. Okay. Ik ben benieuwd. Ja. Ik had dus van de week uh, een vergadering voor mijn werk. En die kostte mij zoveel energie, omdat er heel veel negativiteit in zat. En ik voelde me een soort politieagent die zeg maar, de brandjes aan het blussen was. En constant van, oké, okay, maar we moeten het hierover hebben. En dit is het doel. En niet alle rompslomp eromheen. En ik merkte heel erg dat ik dacht. Oeh, ik haal er de afgelopen tijd niet echt energie uit en dat kost me energie. Wat logisch is natuurlijk als je er niet van krijgt. Um, en toen dacht ik, ja, hier moet ik iets mee, want okay. ik weet natuurlijk dat jij een jaar geleden gestopt bent of is het eigenlijk al inmiddels al een jaar? Ja, al meer jaar, dan een jaar geleden. Ja? ja. En jij doet wel volledig nu alles wat je leuk vindt, toch? Ja, eigenlijk wel. En toevallig had ik het daar dit weekend met een vriendin uh, over. En die zei tegen mij: van ja, ik weet een beetje met mijn relatie. Het gaat op zich wel goed. En mijn baan gaat op zich wel goed. Maar ik mis gewoon een vuurtje in mijn leven. Spanning. Ja, en um, ze zei: ik weet niet echt precies waar het door komt eigenlijk. Dus toen vroeg ze dat aan mij: van ja, hoe heb jij dat nu dan? Want je hebt nu een kind. Dus je hebt best wel je routine-dingetjes. En toen zei ik ook tegen haar van, ik heb eigenlijk meer dan ooit het vuur in mijn leven. Ja. En dat had ik eigenlijk niet verwacht, omdat ik dacht van, oké, okay, als ik dan kinderen heb, dan zit je toch heel erg in een soort routine dingen en je leeft heel erg voor de baby. En dat doe je natuurlijk ook voor een heel groot deel, doe ik dat ook. Ja. Maar doordat ik nu met werk echt alleen maar dingen doe die ik zo leuk vind, is 100% dat vuur er in mijn leven, zeg maar. Ja. De, maar ik herken wel heel erg wat jij zegt. Van ja, ik moet toch ook nog wel dingen doen die ik niet echt leuk vind. Ja, dat Want had ik daar natuurlijk heel erg genoeg. Wat ik wel heel erg leuk vind. Zoals ja. onder andere de podcast. Maar ergens denk ik dan, hoe ga ik er nou voor zorgen dat alles wat ik doe, dat ik dat echt leuk vind en dat ik daar echt energie van krijg. Ja, en in hoeverre is dat zeg maar realistisch? Dat je alleen maar dingen kunt doen die je echt leuk vindt? Want ja. voor, een heel, voor 90% doe ik dat nu, ja. maar tuurlijk zijn er altijd dingen zoals financiën en weet ik het allemaal, dat ik echt verschrikkelijk om te ja. doen. Uh, ja daar ga ik niet gaat niet helemaal mijn vuur van aan maar ja nee, dat deel ik ook ik. niet met iedereen van nou ik zit mijn financiën te doen echt geen rit aan ja dus ik heb weer gezien hoeveel omzet ik heb gedraaid ja, nou dat is op zich wel weer dat waar is wel een vuurtje handig van om te aan weten gaat. maar um, dus ja in hoeverre is het realistisch om dat wel altijd te hebben hè? dat is een beetje ja, maar ik denk dan dat ik dat heel erg zoek in de werkzaamheden zelf en niet dat als er in die werkzaamheden af en toe iets stom zit want dat is altijd. Je moet altijd wel eens dingen doen waar je niet echt op aangaat, maar als de hoofdthema's wel heel erg... Ja, dat is denk ik belangrijk. vuur aanwakkeren. Ja, en daarom wat jij zegt van... Dan zou ik dat soort dingen als de podcast willen doen. Stel je zou alleen maar dit soort dingen kunnen doen. Nou, ik zou ook niet vijf podcast willen hebben, bijvoorbeeld. Ik vind ook nee. wel die afwisseling heel erg lekker. Ja. Maar, maar euh, toch is er iets wat een beetje in jou zit van... Ja, ik moet, ik moet iets. Ik moet iets. Ja. ja. Iets anders. Ja. En daarom heb ik vandaag een gast uitgenodigd. En die gast schrijft. Interviewt, presenteert, doet podcast dingen op het gebied van lifestyle en travel. Zij is die chick die altijd op de hoogte is van die sappige weetjes die iedereen wil weten. Ah, juicy. Uh, juicy. En haar nieuwste ding uh, is de podcast Kiki Kijkt, waarin ze televisieprogramma's nabespreekt met deelnemers uit deze programma's. En ze stelt dus ook precies die vragen, die prangende vragen die jij in je hoofd hebt zitten als je het programma kijkt. Okay. Dus dat is altijd heel erg leuk om te weten. Deze carrière-tijger heeft heel veel toffe baantjes gehad, is een gepassioneerde Najager en gaat met veel doorzettingsvermogen door het leven. Ze heeft als ze iets in haar koppie heeft, dan gaat ze erachteraan. Ook al is het uh, niet om haar werk, bijvoorbeeld, maar ook een paar jaar geleden gooien ze het roer flink om met haar gezondheid, want ze ruilde haar dagelijkse sigaretjes in voor een dagelijkse sportroutine, die heel goed vol te houden is. Ja. Laten we erbij halen. Ja. Tadaa. Tadaa, daar is mijn gute, Wat een intro. Ik, ik ja. bloos niet snel, maar ik ga bijna blozen. Yes. Ja. Word je er ongemakkelijk van? Nee, niet ongemakkelijk. Maar ik, ik, als ik zoveel veren aan het begin krijg, dat ik denk: wow, er <laughs> is veel gebeurd wel de afgelopen tijd. En ook dingen waar ik heel trots op ben. Maar als jij dat zo zegt, denk ik: oh jeetje, dat gaat over mij. Dat, ja, dat ben ik. Ja, ja, soms heb je dat echt, dat je dat zelf allemaal even vergeet. Hè? Wat je allemaal gedaan hebt in het leven. Klopt. En ik denk ook dat we, dat we heel streng, tenminste, dat heb ik. Naar onszelf kunnen kijken. En als een ander het dan vertelt. Dat je denkt. Oh ja, inderdaad. Terwijl als een vriendin dat zou doen, dan zou je helemaal wow, wat vet yeah. zeggen. Ja, yeah. nou. Fijn dat we even die veer hier reed hebben kunnen ja. steken. Het voelt lekker, dankjewel. <laughs> zo. We gaan even beginnen met de snelle dilemma's, dus je moet kiezen. De okay. eerste, okay. carrière-tijger of geluksvogel? Oeh, geluksvogel. Ja? Oh. ja? oh, daar ben ik straks Daar ben ik dan. ook heel benieuwd naar, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Nee, ik ook niet. Um, lekker bevooroordeeld zijn wij ook <laughs> trouwens. Uh, my... Is wel eens anders geweest hoor, maar die, die leg ik zo uit. Ja, schroom ik ja. zo terug. Uh, mindset is doorslaggevend of zonder talent ben je nergens? Ik denk wel dat je een bepaald talent moet hebben, maar dat heeft iedereen. Dus uh, het is eigenlijk een combinatie. Mm. Maar ik, uh, de, de, je moet wel talent hebben. Ja. Ja, dat denk ik wel. Financiën is minstens zo belangrijk als passie of passie gaat voor alles? Passie gaat voor alles. Fuck die financiën. <laughs> ja. Je werkplezier houdt het vuur wakker in je leven of een zes is ook genoeg? Nee, zes, absoluut niet genoeg. Nee, werkplezier. Succes is wie je kent of wat je kunt. Uh, in Amsterdam, wie je kent. In de rest van de wereld, wat je kunt. Ja. Ja. Laten we even beginnen met die geluksvideo. Ja, daar ben ik ook Want van Want die zag ik niet aankomen. Vertel. Nee, nou, ik denk dus dat ik een paar jaar geleden uh, het woord carrière... Het woord carrière-tijger, daar ja. kleeft een soort van... Viezig iets aan. Ik weet niet zo goed wat dat is. Um, ik denk dat ik een paar jaar geleden mijn carrière letterlijk boven alles zette. Mm -hmm. En daardoor zelfs soms boven mijn eigen geluk. Omdat ik zo erg bezig was met, ik wil dit nog, ik wil daar nog heen, ik moet dat nog. Terwijl ik eigenlijk al heel veel mooie kleine stapjes had gezet richting dat grotere doel. En ik denk uh, dat je uh, als geluksvogel, dat een onderdeel daarvan is. Dat jij bijvoorbeeld als je ambitie hebt, zoals jullie, zoals ja. ik. Anders zitten we hier niet. Dat een onderdeel van dat geluk is dat je een carrière-tijger bent. Terwijl als je zou kiezen voor alleen maar carrière-tijger. Er zijn heel veel carrière-tijgers op deze wereld die ook ontzettend ongelukkig zijn. Daarnaast, ja. Daarnaast. Ja. Ja, doordat je alleen maar van je focus is alweer op het volgende. Dus je ben, ja. staat nooit stil. Eigenlijk waar we het net over hadden ja. van wat wij beschreven aan jou van dit heb je allemaal gedaan. Ja. Daar zou je dan nooit bij stilstaan. Ja. En ik denk wel dat dat bij mij met name het afgelopen anderhalf jaar is echt een soort van switch geweest dat ik me echt begon te realiseren van hé, hey, al die kleine stapjes als ik daar nou is als ik die nou is iets meer ga koesteren en ga kijken naar wat ik wel heb bereikt en wat er wel allemaal is in plaats van altijd maar ik wil nog dit ik moet nog dat het is ook zo'n vermoeiende zoektocht eigenlijk naar ja. iets en je verplicht jezelf heel veel ja ook dat ja. hebben jullie dat ook dat je dat je in coronatijd tenminste als ik naar mezelf kijk mm -hmm. ik ben echt anders gaan nadenken over uh, ambitie carrière ja ja, ik weet het niet. Bij mij is, is uh, ambitie en carrière, het is nog bij mij wel een heel belangrijk ding op dit moment waar ik wel heel erg mee bezig ben. En wat jij net zegt, dat stilstaan bij die momenten, dat vind ik ook nog heel moeilijk. En ja. ik word daar vooral aan herinnerd door mensen om me heen die dan in één keer zeggen, dus ik, ik zat laatst van de week, zat mijn moeder te bellen. En uh, ik heb nu een hele mooie samenwerking, bijna binnen, dus ik kan dat niet officieel zeggen. Ja. Maar. Uh, en uh, mijn moeder zei, nou. Nah, Kijk nou, en dat wilde je heel graag. Maar ik was al niet eens echt van dat moment aan het genieten. Maar ik dacht alleen maar, oké, okay, dus dan heb ik dat. En dan kan ik uh, het volgende gaan doen. Toen dacht ik, oh ja, shit, inderdaad. Dit moet ik even, hier moet ik even van genieten. Dit ja. moet ik even een momentje maken. Ja. Maar dat vind ik wel moeilijk. Nou, ik denk ook dat, dat clichés, uh, sommige mensen haten clichés. Maar ik, ik denk bij clichés altijd... Iets, weet je, dingen worden niet niets voor niets ineens uh, een, een, een zin die, die mensen populair... Uh, uh, hoe zeg je dit? Uh, iets wordt niet niets voor niets een cliché. Ja. Wauw, goeie zin. Omdat zen, het he? gewoon klopt. Ja. Omdat het gewoon klopt. En ik denk ook, weet je... Uh, Vier kleine successen. Ik hoor dat alle gro grote ondernemers zeggen. van Kijk ook een keer naar wat je hebt bereikt. En inderdaad, als je zo'n toffe samenwerking binnen hebt... fuck it. Door de weekse dag, dinsdagavond, We trek een fles champagne <laughs> ja. open. En, en, en sta echt even stil bij dit moment van... wow, een half jaar geleden had ik hier alleen maar van durven dromen. Deze podcast van jullie, het is ooit een soort van glitch geweest. Ja, en moet je kijken, precies, je ja. zit er nu, je bent er nu... En, andere mensen zullen alleen maar naar jullie kijken en denken van wow, wat vet, deze meiden doen het gewoon. Ja. Terwijl we zijn eigenlijk denk ik als mensen heel erg geconditioneerd om vooral te kijken naar het volgende en naar wat andere mensen hebben in plaats van wat we zelf hebben. Dus ja. ik ja. denk dat dat stukje geluk dat als je dat wat dichter bij jezelf zoekt, dat je dat ook veel makkelijker kan vinden, ja. ja, heb je ook het gevoel dat toen jij die shift gemaakt had? Want daar hadden wij het toevallig over voordat jij kwam, dat misschien daarna de balletjes nog wel meer zijn gaan rollen in de goede absoluut. richting. Absoluut, absoluut. Ik denk dat als je niet zo goed weet waarnaar je op zoek bent, dan vind je het ook niet. Nee. En uh, ik heb dus nu. Gevoeld dat er heel veel kleine uh, dingetjes in mijn leven zijn veranderd. En het zit hem ook echt in een stukje bewustwording. En gek genoeg, op het moment dat ik ben gaan stoppen, uh, schreeuwen om me heen slaan. en gewoon even keek naar wie ben ik eigenlijk? Wat is mijn talent? Um, waar krijg ik energie van? Hè? Waar jullie het net ook over, over hadden. Uh, wat vind ik tof? Uh, ik heb kleine onderzoekjes gedaan. Ook bijvoorbeeld aan, aan tien vrienden heb ik gevraagd: van, waarom ben jij bevriend met mij? En dan krijg je in eerste instantie krijg je een, een redelijk standaard antwoord van hè, we kunnen lachen, of ik vind je lief, of hè, je bent er altijd voor me. En toen vroeg ik van, nee, maar even iets specifieker waarom? Want dit klinkt eigenlijk als een hele mooie basis van een vriendschap. Ja. Maar waarom ben jij nou specifiek met mij bevriend? Waarom ik? Weet je, of all people. En wat het interessant is aan zo'n zelfonderzoekje, is dat je dan dus uh, van mensen te horen krijgt wat eigenlijk jouw superpower is, wat je zelf niet voelt. Dus ik hoorde bij vrienden, vriendinnen en vrienden om me heen. Uh, Jij maakt iets los bij mij. Dat ik het gevoel heb dat alles mogelijk is. Weet je wel, alles is één groot avontuur. Alles kan bij jou. En toen dacht ik, wow, dit is best wel raar en dat heel mensen mooi dus zo naar mij kijken. Want zo kijk ik totaal niet naar mezelf. En ik denk dus dat als je jezelf wat beter gaat leren kennen... als je erachter komt wat hè, jouw kracht is... superpower klinkt wel echt heel nasty... maar als je erachter komt wat je kracht is... en als je dat gaat inzetten... en als je dan in lijn met je talenten en met je krachten gaat werken... dan ineens gaat er een soort van balletje rollen... en dan komt alles op je af. Ja. En dan maar dan hoef je helemaal geen dus moeite voor niet. te doen. Nee, want nee. ik wist dat niet. Nee. we nee. Nee, nee, was en alleen maar, dat... maar heel hard op zoek. Ja, ja, maar ik wist niet naar wat... Nee. En, en wat was dan het moment dat je dacht: oké, okay, ik moet even iets anders gaan doen. Ik moet hier dat zelf beginnen met dat zelfonderzoek? Um, <laughs> ja, ik, ik denk echt het punt, uh, januari 2019, uh, toen ben ik uh, via een PR-meisje ben benaderd van joh, kiek. Uh, ik ben op zoek uh, naar iemand die een uh, soort van traject aan wil gaan met een personal trainer. Die heeft net een nieuw uh, bedrijf gestart. Book your trainer. Wil jij daaraan meedoen? Wil jij een transformatie ondergaan in drie maanden? En ik dacht: uh, Jezus, oké. Okay, personal trainer. Ik was echt niet sportief. Ik was nooit in de sportschool. Ik kreeg de kriebels van al die sportchickies. Ik dacht: Ik ben gewoon niet zo'n kind of girl. Which is fine. Dus ik vond dat best wel een beetje heftig dat ja. ik die vraag kreeg. Maar daarna ging ik nadenken. Toen dacht ik, hé, hey, maar hier zit misschien wel mijn groei. Nou, toen ben ik lang verhaal kort, uh, ik ben met hem in zee gegaan. Uh, ik ben toen in drie maanden tijd 14 kilo afgevallen. Wow, dat is bizar. Iets uh, wat ik ook echt niet van mezelf verwacht had dat ik dat kon. Ik ben toen gestopt met roken. En ik denk dat dat wel echt het begin is geweest van een soort van. Uh, uh, Kiki 2.0. Laat ik het volwassen noemen ja. worden. Ja. Ik ging me ineens ook meer interesseren. En het, het, iedere, iedere week werd het een beetje... Unlokte ik nieuwe potentie in mezelf, laat ik het maar zo noemen. Uh, ik kreeg andere interesses. Uh, ik ging meer buiten wandelen in de natuur. Ik ging, denk ik, meer voelen waar het leven om draait. En ik had echt letterlijk in die periode, heeft denk ik, een jaar geduurd. Ik zit er misschien zelfs soms nog een beetje in, soort van hè, spirituele. Je blijft je daarin ontwikkelen. Groei, denk ik al. Ja. Ja, ben je ooit klaar? Waarschijnlijk nee, ook niet. Dat denk nee. ik niet. Dat denk ik niet. Maar ik weet wel, ik ben heel analytisch. Dus toen dat prog of het programma. Toen dat uh, uh, proces, zeg maar, startte, dacht ik echt. Wow, maar ben ik dan? Ben ik al die jaren. Was ik dan niet mezelf? Is dit dan mijn echte ik? Kom ik nu een stapje dichter bij dat authentieke gevoel van je kracht? Ik vind dat nog steeds fucking fascinerend. Um, en ik leer mezelf nog steeds iedere dag kennen. En dat is, uh, dat is best wel een, een leuke en soms ook spannende, maar vooral een hele leerzame, leuke zoektocht merk ik. Waar ik ook zo benieuwd naar ben is, jij zegt natuurlijk op een gegeven moment komen dan de dingen af op je af en hoef je er nog weinig voor te doen. Merk je wel dat hoe beter je jezelf leert kennen, dat je ook aan de juiste touwtjes kan gaan trekken of dat je weet bij wie je moet zijn of waar je moet zijn om hetgene te gaan doen waar je je droom op hebt gezet, of je, hoe zeg je dat? Mm. Je zin op hebt gezet. Je zin op hebt gezet. Heb gezet. Ja, dat denk ik wel. Uh, ik denk dat het stukje uh, manifesteren dat, uh, dat wel nieuw is in mijn leven. Um, wij zijn toch, nou ja, we, ik wil niet namens iedereen spreken, maar ik merk vanuit mezelf, ik was toch altijd een beetje bang om. Uh, volledig mijn dromen uit te spreken, dus ik had bijvoorbeeld van de week: had ik echt een, een uh, superleuke interview uh, met twee boys van de twee-minuten-show, die doen een, uh, een instagram uh, ik zou het voorbij komen. Uh. Ja, nou, en hij vroeg ook aan mij: van wat is nou echt nog jouw droom? En ik zat normaal gesproken zou ik bijna het eng vinden om, om iets heel groots... omdat mensen zouden denken van, ach, heb je haar weer. Ja. Ik denk dus dat Herken ik dat, vul ja. dat in voor andere mensen. Ja. Dus je vindt het eigenlijk jezelf niet waard. En ik merk nu dat ik in een proces zit dat ik denk... oh shit, ik weet waar mijn kracht ligt. Dus ik zei gewoon ineens tegen hem, ik wil een talkshow. Ik wil een talkshow op tv. Dat lijkt me fantastisch. Een soort van oprah achtig idee. Met een bank en een persoon. Lekker even diepgraven, elkaar leren kennen. Human interest. Iemand helemaal laten shinen, op zijn gemak laten voelen, het aanvoelen van energieën. Dat is mijn kracht. En hoe meer ik dat dus durf uit te spreken, wat ik eerder dus niet durfde, hoe meer ik me langzaam aan het manifesteren ben richting dat doel, zonder ja. dat ik het eigenlijk door heb. Ik ben al met meer zelfvertrouwen over mezelf gaan praten, naar mezelf gaan kijken. Het is een stukje zelfliefde en een stukje heling. En ik denk dat als je dat eenmaal gevonden hebt, tenminste, ik vond dat in mezelf. En vanaf dat punt was ik niet meer zo tegen de golf aan het inzwemmen. Ja. Maar. Ja, en je houdt jezelf niet meer, soort van klein, klein of zo, ja. door dat niet het? te zeggen. Dat je denkt: van ga het Want maar als niet zeggen. jij het ook nooit uitspreekt, dan uh, ziet die televisiebaas dat filmpje ook nooit op Instagram voorbij komen. Terwijl misschien zeg je het precies op het juiste moment: heb jij het uitgesproken, zoekt iemand ernaar en denken ze: die moet ik hebben. Want dus als jij het niet had gezegd, had niemand het geweten. En als je kijkt naar alle, alle grote goeroes, die zeggen ook allemaal van alles wat je hebt, dat zit al in je. Ja. Maar wanneer gun jij jezelf en voel jij genoeg liefde voor jezelf? Dat je denkt, ja, weet je, ik ga die, die, het, het unlocken van je potentie, dat ga ik nu doen. Ik ga nu die, die, die hele shell van, van schaamte of mezelf klein houden of het mezelf niet waard vinden. Wanneer kom je op het punt dat je dat loslaat? Ja. Uh, nou, en ik denk dat daar als je het hebt over van uh, hoe voel je dat? Ik denk dat je dat bij jezelf letterlijk voelt gebeuren. Dat die ui een beetje begint te pellen, dat je die wat meer tot die kern komt, en, en daar zit je kracht. Dus stel dat er nu iemand aan het luisteren is en die denkt oh, ik wil ook bij die kracht komen, dan is het dus vooral um, heel erg naar jezelf gaan kijken. van... Oké, okay, wat wil ik echt als ik nergens bang voor zou zijn, ja. wat zou dan echt mijn grote droom zijn? Ja, ik had uh, gisteren, uh, ik ben nu ook een coachingstraject begonnen uh, bij Willemijn uh, Welten. Zij heeft een, um, een hele mooie zin wat ze gisteren ook zei in een meditatie: van als je gewoon nu mag, mag kiezen wat je zou willen uh, in de wetenschap dat eigenlijk alles er al is. Alles is precies goed zoals het nu is. Wat zou je dan nog wensen voor jezelf? Heel vaak denken we toch vanuit een soort van tekort of vanuit een angst. Of ja, maar misschien moet ik wel dat doen, want andere mensen verwachten misschien van mij dat ik zo op die tour. Maar stel nou je zou die angst helemaal loslaten. Dus gewoon bij jezelf. Alles is precies bij mij nu op dit moment zoals het moet zijn. Alles is goed, alles is chill, alles is fijn. Oké, okay, en vanaf die basis, wat zou ik mezelf nu wensen? Als ik echt de stout schoenen aantrek, als ik echt groots mag dromen, wat zou ik nu wensen? En dat vond ik zo'n chillen manifestatie dat ik dacht, oh ja, weet je, um, ik, ik weet niet of ik, of iedereen zeg maar op deze manier uh, of het zo werkt, maar bij mij voelde ik wel van hé. Hey, het zit hem zo erg in een stukje vertrouwen in jezelf. Ja. Wat was je, je vraag? Gegeven... Geef ik hier normaal antwoord op deze vraag? <laughs> je geeft heel, ja, ik zit gewoon te luisteren met mijn mond open. Het klopt, God, het klopt. Het klopt. Ja, want als ik naar jouw profiel kijk, dan denk ik: oh, die doet echt, volgens mij vindt ze alles leuk wat ze doet. Klopt dat dan ook? Klopt dat nu? Nou ja, kijk, als je naar Instagram kijkt... Instagram is natuurlijk een, een momentopname. En uh, het is echt niet zo dat alles wat ik doe... dat ik dat helemaal fantastisch vind. Maar wat ik wel heel erg uh, geleerd he heb... is dat alles wat ik dus niet zo leuk vind... of alles waar mijn kracht dan misschien iets minder ligt... dat besteed ik uit. Of ik zoek iemand die daar wel heel goed in is. En op het moment dat ik me omring met dat soort mensen... en ik doe dan waar ik goed in ben... en de dingen die ik minder leuk vind... nou, daar zoek ik toch iemand anders voor. Ja. Dat is dan dan ga je steeds meer richting situatie, waarbij heel veel dingen die je doet, die vind je heel leuk, want de krenten uit de pap, die die hou je voor jezelf. En ja. daar ligt je kracht. Dus ik denk wel dat ik uh, richting een situatie aan het gaan ben, waarbij alles is een groot woord. Ja. Nou, maar waarbij 80%. Ja, zakelijk gezien, uh, ja vind ik nu alles wat ik doe wel echt leuk. Ja. ja. Dat is toch mooi. En ja, dat is, dat is hartstikke mooi. Ja. Nou ja, dus, dus dan is inderdaad de vraag van is het realistisch om wat jij zeg maar aan het begin zei, Maas... Ja. van um, is het realistisch dat ik wil dat alles, dat ik overal dat vuur van krijg? Ja. Um, ja en nee. En wat ik dus ook toen ook al zei, van ja, ik denk wel echt dat de hoofddingen die ik dan doe, dat ik daar echt op aan moet gaan. En dat daar soms dingen tussen zitten die ik minder leuk vind. Bijvoorbeeld, uh, we begonnen aan seizoen 2 en uh, gasten die waren heel erg enthousiast als, we vroegen, als wij hen vroegen. Maar als we dan vertelden dat het in Delft werd opgenomen, dan was het vaak lastig. Wat helemaal niet onlogisch is, want als het hen uh, een uur heen en een uur terug kost. En en ze zitten ook nog een uur in de podcast. Zijn ze is drie uur van hun dag kwijt. Mm -hmm. Terwijl, als het hun in totaal maar anderhalf uur kost, dan is het natuurlijk veel makkelijker om ja te zeggen. En dan ja. hebben ze er ook veel meer zin in. Ja. Dus toen dachten wij, oké, okay, want we waren er best wel wat weken over aan het struggelen. Toen dachten mm -hmm. we, oké, okay, waarom maken we het ons zo moeilijk? Misschien moeten we gewoon voor die locatie in Amsterdam gaan. En toen ging alles rollen. Alles ging meteen goed. En toen dacht ik ook, ja, het was even vervelend. Maar we hebben daar even de angel uitgetrokken. En nu gaat het weer goed. Ja. Maar voor de podcast vind ik dat niet zo erg als er even iets tegen zit. Dan hebben we elkaar ook om even over te sparren. Oké, okay, wat is de oplossing? Gaan we doen? Gaan we ervoor? Hup! En het gaat goed. En dat is ja. fijn. Terwijl als, er, uh, als het werk gerelateerd het hoofddoel dat ik dat eigenlijk al niet leuk vind. Ja. En als er dan ook nog allemaal dingen tegen zitten, dan denk ik, ja, kijk, als 80% van het werk leuk is en 20% zit tegen, is dat heel goed in balans te houden. Ja. Maar als het. Uh, Zelfs als het 50-50 is, vind ik het eigenlijk al te veel. Ja, ja ik, ook, ik ook. Dan wordt het ook heel moeilijk om daar uh, gemotiveerd bij te blijven. Ja, Want als, precies. Dan, dan voel je vanzelf wel heel veel demotivatie in je lijf. Lijkt ja. Ja. Maar zo zie je dus maar dat een kleine bug in, uh, in een concept eigenlijk... Een hele negatieve lading kan creëren van fuck, niemand wil hier naartoe komen in Delft. Ja. Want nou ja, hè, jullie hadden mij ook gevraagd in eerste instantie ja, Delft. Klopt. Uiteindelijk... Delft ben je Zal... op de kaart gaan kijken. Ja, in de maart lucht. Maart lucht. Delft. Holy shit. Oké. Okay. Ik zou wel komen trouwens. Ja, maar het was wel maar... lastig voor jouw planning, ja, bijvoorbeeld. Het was wel lastig. En ja. ik dacht wel van oké, okay, nou dan ben ik dus bijna een half dag kwijt. En, en dan ga je op een gegeven moment. Afwegen, afwegen van is, ja. is dit mijn waard? En, en uh, aan de andere kant, wat, wat ik zelf altijd, uh, omdat ik natuurlijk ook podcast maak, iemand zei dat laatst tegen. Ik dacht, hey, oké, dat is een goede. Iedereen die bij mij te gast kwam, op een gegeven moment ga je natuurlijk lijnen uitgooien. Hè, ja. En de hoop hè, dat, dat mensen het leuk vinden om uh, naar je, naar je mini show te komen eigenlijk. Um, en daarna, als je je gaat realiseren van, hé, hey, iemand heeft gewoon een stukje tijd voor mij. Vrijgemaakt die dag. Iemand gelooft in mijn concept. Iemand vindt ons leuk. En is dus bereid om te reizen, uh, tijd vrij te maken. Toen ineens voelde ik een soort van hele erge dankbaarheid bij de mensen die wel kwamen. Zeker. En dacht ik bij alle mensen die niet kwamen: van misschien is dat dan ook gewoon meant to be en zijn dat niet per se mijn mensen. Ja, ja snap je wat ik ja. bedoel? En de mensen die dat dus wel uh, leuk vinden, misschien is daar ook gewoon. Voelen zij ook al aan van hé, hey, die klik is er. Ja. Hey, dit klopt ja. of zo. En vanaf dat moment ben ik ook wat chiller omgegaan met teleurstellingen van podcastlijnen of gasten die niet kwamen. Ik dacht, oh, maar dit is. En, en, en als je vanuit die mindset is eigenlijk iedere teleurstelling, daar zit ook altijd wel weer een stukje bij waarvan je denkt: oké, okay, hier bouw ik weer een beetje. Veerkrachtigheid krachtigheid bij op ja. of fuck it, het is niet zo erg. Dan kiezen we toch gewoon, weet je, ja. die andere persoon. Ja. En dat vind ik ook wel een hele goede. Als je bijvoorbeeld in sollicitatie zit en je wordt afgewezen bij een job waarvan je echt dacht is. Oh, maar dit, dit was is het is toch het. echt. Dan komt er daarna altijd iets wat altijd veel beter het, is. Ja. Ook met ja. huizen. Ja. Ook ja. met huizen, inderdaad. Ja, we hadden, um, hadden een akkoord op een huis. En wij de dag van het tekenen kwamen er ineens allemaal apen uit de mouw. En toen dachten wij echt. En ik dacht vooral echt, ik ga niet tekenen, ik ga niet tekenen, ik ga niet Paniak. tekenen. Maar ik dacht ook, ja, dat kan ik leuk beslissen, maar ik zit hier niet in mijn eentje. Ja. En godzijdank zat hij op dezelfde lijn. En daarna is er zo'n veel beter huis voor teruggekomen. Wij zijn dus ook laatst naar dat andere huis toegegaan. <laughs> nou, echt <laughs> een derde van onze tuin qua grootte. Ja. Uh, de tuin lag ook schuin, super dicht op elkaar gebouwd. En wij keken elkaar aan en we dachten echt. Dit had echt zo moeten zijn. Het is zo goed dat ja. we toen echt dachten dit moeten we niet doen en niet dat we dachten maar dit is onze enige kans. We moeten nu tekenen. Ja, ja. En daar, daar, daar mag je echt in geloven. Dat er als er een door dicht gaat te gaan, er echt meer en betere open. Het enige kutte daaraan vind ik altijd. Dat op het moment dat je daar dan achter bent. Ja. Dan ben je dus een paar maanden verder. Of een ja. paar weken. En dan denk je, oh, oh, dus dat was toen. Oh, ja. Dat, dat je was wel. de reden? Het is allemaal. Maar op het moment dat jij gewoon ontslagen wordt op staande ja. voet. Dan denk je gewoon, wat de fuck is dit? Ja. En dan, dan, zit, je en dan zit je gewoon helemaal in die, in die crash eigenlijk. Ja. En vanuit die crash. Dat, dat, dat vond ik, ik moet er altijd aan denken. Mijn vriend zei een paar maanden geleden. Ik heb best wel last van hormoonwisselingen. Uh, dat ik gewoon. Ik, nou ja, ik weet niet of het bij iedere vrouw zo heftig is, maar bij mij is het best wel heftig. De je ene bedoelt week, dat je, zeg maar, voordat je ongesteld wordt de week daarvoor dat je gewoon. Ja, uh, gewoon die. Ja. die de, de terrorweek. Ja, en ja. dan twee weken later, weet je, richting je ovulatie. Dat je helemaal on top of the world. Ja. Dat je sexy, knap, leuk, alles. Maakt niet uit welke kleding je aantrekt. Alles is, is voel je, je gewoon. Al is het gewoon een grijs t-shirt op een broek. Het klopt. Ja. En mijn vriend zei van de week, um, toen ik dus helemaal zo in mijn high... en toen zei hij van, ja, ik weet je wat het kutte is? Hierna, ik weet Komt dus dat weer. als jij zo, lalalala, <laughs> zo door het huid... Hij zegt, lach jij maar. Maar vanaf nu weet je dat het alleen maar gewoon down the drain. En toen dacht ik, shit, dat is dus heel kut om je te realiseren. Op het moment dat je in je high zit, dan weet je dat de low gaat komen... Uh, maar andersom werkt het dus ook zo. En daar wil ik ja. eigenlijk naartoe, want dat klinkt veel positiever en leuker. Op het moment dat jij in je low zit, dan weet jij dus, daarna komt die high. Ja. Ja. En dat is wel iets wat ik me nu steeds realiseer als ik in een low zit. En dan heb ik het niet alleen over een hormonale low, maar gewoon over een low in life. Als er iets gebeurt waardoor ik me kut voel, of gewoon niet relaxed, of drie tegen er... ja, als ja. tegenzit, dan denk ik altijd: oké, okay, um, dit voel ik nu. Ik mag me even zo voelen. Uh, weet je, het is ook allemaal even kut. Uh, voel het maar even lekker. Ga maar even heel hard huilen. Mijn moeder ja. was bijvoorbeeld geëmigreerd. Nou, moest echt heel hard huilen. En ik, ik had een nieuwe huis nog niet gezien. Ik kon het helemaal geen plekje geven. voelde me vet kut. Dus ik liet dat gevoel er ook even zijn. Vijf, zes dagen, heel zielig. Uiteindelijk ben ik een paar weken geleden op het vliegtuig, uh, in het vliegtuig gestapt. Dan ben ik naar huis gegaan. En daar had ik vet mijn high. En zag ik hoe ze woonde. En dat het heel fijn was om. Altijd een lekker vakantieadresje te hebben. Ja. Dus, maar dat is het leven, toch? Ja. Het, het, het gaat gewoon zo. En op het moment dat je je daar niet meer zo tegen verzet. Dus hè, wat ik net al zei, tegen die golven, inzwemmen. Maar het gewoon accepteren en je surfboard pakken. En denken. Nou, daar komt weer een golf. Ja. Ja. Ik ga mee. Ja. Ja. Nou ja, en ik denk dat het ook helpt hoe meer ervaring je hebt met dat je daar ook elke keer wel bovenop. Omdat het ook steeds makkelijker wordt. Want wij hadden Jeroen Koopman, uh, die is van Nieuw BTV, de baas. En hij zei ook: Ik heb dus een kutgevoelen boekje. En dan schrijf mm -hmm. ik elke keer als ik in dat gevoel zit, dan schrijf ik dat op. En dan schrijf ik de situatie op die echt onoverwinnelijk leek. Mm -hmm. En die keer daarna, dat ik me dus weer kut voel, ik dat boekje erbij. En zag ik letterlijk: Oh ja, dit voelde ik toen, dat voelde ik toen. En kijk, dat is allemaal weer goed gekomen. Dus dat, dat je ook ja, een soort herinnering hebt van: Oh ja, ja, dat dacht ik toen allemaal, maar ook allemaal goed gekomen. Dus een kutgevoelen boekje. Ja. En wat het stom is aan zo'n kutgevoelen boekje, tenminste, ik. Misschien moet ik dat ook maar gaan doen. Denk ik denk heel veel kutgevoelens af en toe. als je dat dan later terugleest, dan, als je, je, oh. dan lach ik je ja. jezelf zo erg uit ja. dat ik me daar druk dat om heb gemaakt. Oh my god! Maar dat is ook ik merk dat ik dat heel erg geleerd heb en dat kon ik gewoon anderhalf jaar geleden echt niet. Ik kan nu voelen. Ik ben niet mijn gedachten. Ik ben niet mijn gedachten. En soms dan komt er een gedachte op. En als hij negatief is, is het bijna altijd vanuit angst. Ja. En dat is dan altijd, als ik iets nieuws spannends ga doen... dan is het stemmetje, eh, straks dan gebeurt er dit. En of dan kijkt er niemand, of dan, hè, huh? Allemaal angst. Ja. En nu kan ik hem gewoon letterlijk uitzwaaien. Oh, daar is hij weer. Hele erg lelijke, slechte, domme uh, gedachten over mezelf. Ja. Waar, waarmee ik mezelf vet klein hou. Nou, ik zwaai je nu uit, weet je. Leuk dat je even op bezoek kwam. En nog leuker dat je nu weer weggaat. Maar, en, en ja, dat... Dat heeft mij heel erg geholpen, dat ik dat nu kan. En dat, ja. dat kon ik gewoon niet. Als ik me dan kut voelde, dan nam het me helemaal over. dacht ik, ah, oh, zie je wel, en ik kan het niet. En ja. ik denk zo, dus het lukt me ook niet. En nu, als je dat los kan schakelen... We denken zo fucking veel op een dag. Ja. Uh, maar dat ben jij dus niet. Nee. Altijd. Amen. Amen. <laughs> ik ben ook wel heel erg benieuwd... Um, voordat jij dus die transformatie doormaakte... Wat waren toen jouw doelen... En wat zijn nu je doelen? Hmm. Grappig dat een paar van die doelen wel echt hetzelfde zijn gebleven. Uh, ik weet dat ik voor mijn transformatie... Ja, transformatie ja, klinkt links. echt alsof ik... Maar zo voel ik me ook een <laughs> beetje. Ik denk, als je echt kijkt naar... Eerst dat je zo even zo drups bent in je leven. En je bent gewoon zo. En op een gegeven moment in corona ben ik echt letterlijk in die cocon gegaan. Je moest ook even bij mezelf. En alle... de hele wereld werd klein en strak. En, ooh, en dat vind je natuurlijk in het begin helemaal niet chill. En het verstikt je heel erg. En je denkt alleen maar in beperkingen. Ik zit nu in een cocon en alles is kut. En... Je zit met jezelf. Ja. Hè? Dus als je jezelf dan als je dan lelijk over jezelf praat. ja, dan blijft er niet meer zoveel over. Dat, dat wordt dan ineens een hele erge dark place. En ik denk op het moment dat je dan een beetje het gevecht met jezelf. Uh, aangaat ja. En je breekt die shell open waar ik het net over had. Dat is misschien wel die kokon die bij mij is afgegaan. En nu ben ik zo vlinder ben ik aan het vliegen en denk ik wow, het leven is eigenlijk hartstikke chill. Dit is helemaal geen antwoord op jouw vraag. <laughs> jouw vraag was: wat waren jouw dromen? Dat ja, doe ik toen en, oh ja. en nu. Ja. Nou, ik had toen heel erg in mijn hoofd: ik wil um, uh, een boek schrijven. En dat heb ik nu nog steeds. Ik weet bij God nog niet waarover. Um, nou, uh, sorry, maar uh, wat jij nu allemaal vertelt is super inspirerend. Dus schrijf een boek. Dus misschien uh, <laughs> kan het een onderdeel van een hoofdstuk worden, maar. Ja. Bedankt. Ik weet dat hier heel veel boeken over geschreven zijn. En ik merk ook wel dat ik het stukje psychologie en menselijk gedrag. Dat, ik dat heel interessant vind. Maar ik denk dat dat. Uh, ik wil de fout niet bij mezelf maken. omdat ik nog een beetje in dat proces zit. Ja. Dat ik al de. de word ga spreiden van. Oh, je moet het zo doen. En het leven werkt zo. Ik denk dat het echt voor iedereen. Daarom is het ook persoonlijke groei. Voor ja. iedereen werkt het heel anders. Maar mocht ik een tijdje in die vlindertuin echt lang aan het vlinderen zijn... en andere vlinders vet zien struggelen in hun cocon... zou ik het echt leuk vinden om daar een keer iets over te schrijven. Maar ook al, de weg zelf is ook al interessant. Los van of je al, zeg maar, de expert bent op dat gebied. Maar ja. die is altijd nog makkelijker om, om te schrijven als je denkt... ik ben nu op een punt ja, dat, dat ik dat terug klopt. kan kijken van... oh ja, dat was de weg en nu ben ik echt op ja. mijn ja. ja. ja, eindpunt, denk ja. ik. ja. Maar ik vind het toch ook wel heel interessant en ik merk dat dat, dat wel altijd mijn drijfveer is geweest. Dat ik altijd mijn, mijn volgers of mijn lezers, mensen die mijn column lezen of die me volgen op Instagram, ik ben eigenlijk al iemand die uh, haar uh, teksten als een soort van therapie gebruikt. Dus ja. ik denk iedereen wordt geboren met een bepaald talent. En als jij iets van een creatieve uitlaatklep hebt, ik denk dat... Iedereen dat wel heeft, maar misschien is het bij de een net iets duidelijker zichtbaar dan bij de ander. Stel, jij kan heel goed dansen, of stel, je kan heel goed zingen. Kijk naar grote artiesten als Beyoncé, Katy Perry, uh, Lady Gaga. Um, dat zijn allemaal vrouwen, Taylor Swift. Die hebben heel erg hun eigen pijnen, hun eigen successen, hun eigen vernederingen uh, gebruikt om, 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 om kracht uh, daarin in nummers te stoppen. Waarmee ze heel veel mensen hebben geïnspireerd, eigenlijk allemaal vanuit een eigen belevenis. En ik denk dat ik dat met schrijven ook wel doe. Uh, als, ik, als ik me uh, raar voel, of met name het stukje taboes doorbreken, wat ik heel interessant vind. Ik had laatst een stuk geschreven over. Uh, nou jongens, ik ben dus 29 en ik uh, slaap nog met een knuffel. Is dat awkward <laughs> of doen heel veel vrouwen dat? Ja. Maar dat is net een beetje zo in dat Jane stukje. Uh, ik had ook een stuk geschreven over met oud en nieuw. Dat ik dan heel erg een soort van die avond van tevoren. Heel, heel Oh, ja, raar gevoel. Dat ik dacht. Oh, alsof de wereld ieder moment vergaat. vergaat. Vet depressief ja. op oudjaarsavond. Ik vind het helemaal geen leuke dag. Oh, alsof man, ik in mijn nee. vorige leven ben gestikt in de oliebol. Ik weet niet. Ja. Ja. Wat het is, maar ik voel me zo kut die dag. Ik had dat geplaatst uh, op een mace in de website waar ik voor schrijf. En er kwamen zoveel vrouwen die zeiden: Oh, dat heb ik ook. En wat fijn dat je dat benoemt. Uh, en ik merk wel dus dat het stukje taboes doorbreken of, of voelen van: Hé, hey, ik zit ergens mee. Uh, ik, ik lees dat eigenlijk niet zo heel vaak uh, terug uh, op het web. Zal ik het gewoon gaan schrijven? Oké, okay, fuck it, ik ga gewoon doen. En dat daar ineens heel veel vrouwen op staan die zeggen, oh, zo fijn dat je dit openbreekt, want dit heb ik ook. Ik merk wel dat ik dat onbewust heel leuk vind om te doen. En dat dat een soort van iets is wat bij mij vanuit zichzelf komt. Ja. Ja. En ik denk dat daar dan een soort van kracht zit, um, die, die ook niet te stoppen is. Dat is iets wat ik dus leuk vind. En als dan de, de, um, het gevolg is dat mensen daardoor geïnspireerd raken. Vind ik dat natuurlijk een heel groot compliment. Ja. Maar ik denk niet dat dat de reden is waarom ik het doe. Ik doe het gewoon omdat, het, omdat ik voel uh, dat ik dat wil. Of dat dat moet of zo. Ja. Mooi. Ja. ja. We vragen aan het einde van de podcast altijd. Of de uh, gast een challenge voor ons heeft. Waar we mee aan de slag kunnen gaan. Wat voor challenge heb jij voor ons op dit gebied? Mm -hmm. Een challenge. Ik ben zelf bezig met een challenge. Oh. oh. Dus ik denk uh, dat dat ook is wat ik jullie. Graag. Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat het iets met sporten te maken heeft. <laughs> nee, het heeft oh. helemaal niks te maken met sporten. Oh. Het heeft, het is, dit is iets wat ik, wat ik voor mezelf heb bedacht. Uh, laatst voelde ik dat ik nog een aantal angsten had, bijvoorbeeld rijangst. Uh, ik heb al best wel lang mijn rijbewijs, maar daarna heb ik een soort van hele rare error ontwikkeld. En durf ik niet goed alleen in de auto te zitten. En toen dacht ik: nee. Waar weerstand zit, zit groei. Waar angst is, daar moet ik dwars doorheen gaan. Want dan hè, release ik mezelf ook van de van ellende en dan voel ik die vrijheid. Dus ik ben met mezelf een soort van uit mijn comfort zone challenge gestart. Um, waarbij ik dus iedere keer letterlijk dingen bedenk die ik kut vind om te doen en die ga ik doen. Uh, dus ik ben hier toevallig hierachter. Een paar weken geleden ben ik in het ei gesprongen. Ik kreeg een uitnodiging of ik een nieuwjaarsduik wilde maken. Terwijl het geen nieuwjaar is, maar hè, om dit terras ja. hier beneden te openen. Ik vond het vet niet chill, ik ging het toch doen. En daarna voelde ik me soort van on top of the world. Ik, Herboren. Ja, ik ga over een paar weken in hypnose. Vind ik niet chill, vind ik eng. Vind ik heel eng, uh, wil ik eigenlijk niet. Maar ik ga het toch doen, omdat ik... Uh, uit mijn comfortzone wil, omdat daar ligt de groei. Dus als ik één challenge aan jullie zou uh, moeten geven, is het um, wat doen jullie het een week lang of hoe lang duurt de challenge? We doen het in een week altijd. Ja, ja. in een ja. week. Oké, okay, oké. Okay. Nou laten we zeggen tijdsbestek van één week. Probeer iedere dag allebei iets te doen wat uit je comfortzone ligt. Nou is in het ijspringen of hypnose ja. dat dat zijn wel grote dingen, maar het kunnen ook hele kleine dingen zijn. Bijvoorbeeld uh, deze week ga je iedere dag uh, je hand, uh, je tanden poetsen met de andere hand, dan dat je eigenlijk gewend bent, zodat je even je hersens uh, stimuleert. Of vandaag ga je aan drie mensen buiten een compliment geven op straat als je bij de bus had. Dat je gewoon even of nee, überhaupt tegen drie vreemde mensen praten. Kleine gesprekjes. Heel veel mensen vinden dat awkward. Ik voel ook een beetje, een soort van maar ga het maar eens doen. En dan zie je dat dat, dat soort kleine momentjes uit je comfortzone, dat dat je heel veel brengt. Nou, dus. dat leuk. Ja, heel leuk. En, en, ja. Je kan het, en dat is ook het leuke aan... Je kan het iedereen, maken. Wat je zelf wil. Iedereen ja. heeft een eigen comfortzone. Dus, ja. dus kijk bij jezelf van dit zijn de dingen die ik altijd doe... die eigenlijk chill voelen. En op het moment dat je een beetje wiebelig, een beetje wobbly wordt... dan weet je al van ha, dat is die, die, die groeizone. Ja. Je kan ook nog eentje verder gaan. Hè? Dan zit je in de dangerzone. Als je daarin te veel opereert, dat is niet chill. En dan ga je traumas oplopen. Dus, dus eentje terug dat je wel voelt van, net, voelt van dit is mijn groeizone. Ga daarin iedere dag iets kleins doen. en ik vind die tandenborstel ook al heel leuk. Want twee weken geleden vertelde ik in een podcast bij ons... dat ik echt een hekel, hekel heb aan tanden poetsen. <laughs> ja. Dus dan is met de andere hand nog meer een andere hand. Ja. Ja. Maar ga, kijk ook bijvoorbeeld eens een, een, een uh, muzikant... waar je echt een hekel aan hebt. Ga gewoon... Iedere week of iedere dag van die week één liedje luisteren van die muzikant of een rapper die, die, die helemaal vet in je allergie zit. Ga een documentaire kijken over die rapper of, of een, weet je, een heel muziekgenre wat je ziet. Ja, stond nou de in. laatste ja. iemand inderdaad tegen mij over metal die zei, uh, weet je dat daar onwijs veel verhalen achter zitten, achter dat metal en dat ook die liedjes, dat daar heel veel diepgang in de teksten zit. En dat ik toen dacht, ja, oh, dat maakte gelijk het genre een soort van interessanter ja, of zo. Ja. Dus, ja, 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 oh, maar leuk. Hier kunnen we leuk. alle kanten mee, op. ja. Uh, nou, Kiki, ik zou zeggen allereerst natuurlijk bedankt voor dit hartstikke leuke gesprek. Ik vond het onwijs inspirerend. Zeker je verhaal van ik noem het je transformatie. <laughs> ik zie nu een soort van rupsvormen die in het vlindert. Ik heb ook meteen ook zin om te gaan sporten, omdat jij natuurlijk begonnen bent met die sportchallenge. Dat ik dacht, oh, misschien is dat wel meteen een goed begin om daarmee aan de slag te gaan. Um, wil je meer van Kiki weten? Ga dan zeker naar haar Instagrampagina Kiki Duren. En check ook Amazing, want daar schrijft ze hele leuke stukken op. Kijk ook Dankjewel. natuurlijk naar, of luister moet ik zeggen, naar de podcast Kiki Kijkt. Want uh, nou, zoals ik al in het begin vertelde, behandel je hele leuke televisieprogramma's waar je echt de vragen instelt die iedereen wil weten. Dankjewel. <laughs> en uh, vergeet ons natuurlijk ook niet. Uh, Annika Hopstaken, Marshall. <laughs> vergeet deze vergeet dames alsjeblieft <laughs> ook niet. <laughs> en Dilemma's, de podcast natuurlijk. En kijk aanstaande vrijdag op ons YouTube-kanaal naar de uitvoering van onze challenge. Nou, ik heb er zin in. Ik ben ook heel benieuwd wat jij gaat doen. Ja, ik heb wel al wat ideeën, maar oh, ik hou het nog spannend. heel even stil. Ah, jullie moeten me wel een beetje op de hoogte houden, hoor. Dit vind ik interessant. <laughs> Goed zo. Nou, en jullie tot volgende week natuurlijk. Tot volgende week. Doei doei. doei.